en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Het is mij als leider en legatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hier sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan. Hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijk ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders tilt. In Nederland slaat men dat met bezorgdheid gade. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer